if your mother only knew. Ik kan dat niet. Dat we heel vaak wel vertrekken vanuit onze eigen leefwereld. Dingen die we zelf meemaken. Ja. Iets wat we al twee gemeen hebben met elkaar, is dat we al twee halfbloedjes zijn. Eigenlijk opgegroeid in het westen. Maar ik heb dan mijn roots in het oosten, bij shot van Martinique en Guadeloupe. Ja. Dat zijn wel dingen waar we eigenlijk, dat waren onze eerste echt grote raakpunten misschien. Of wat we ook wel echt, denk ik, uit geput hebben om muziek te schrijven. Ja. En dan gaat dat nu verder in dingen die we in het dagelijks leven ook merken. En eigenlijk meestal beginnen onze schrijfsessies vanuit een therapiesessie, waarin dat wij soms gewoon een dag in de studio zitten, maar eigenlijk aan het praten zijn met elkaar. Ja, dat kan gaan over liefdesverdriet, maar dat kan ook gaan over uw moeder die ziek is, of omdat uw beste vriendin een moeilijk probleem heeft gehad. Of, ja, ik zeg nu maar iets, maar... Ja. Allemaal dingen die ons ook gewoon bezighouden en waar we eigenlijk heel veel over praten. Ja. En dat sijpelt ook op een manier wel door in de muziek, denk ik. Come back to your car. It's safe inside yourself. Listen to your own voice. Your body is your home. You are always safe in your own body. Let go of what you think people want of you. Let it go. Your body. Charlotte, ik weet niet of het ook gaat voor jou, Boris, maar Charlotte, je zat een beetje op een randje van een burn-out, toch? Ja. Ja, ik... het was wel heftig, ja. Ik heb heel veel willen combineren en ook gewoon het een soort van... Ja, je moet wel je rekeningen kunnen betalen en dan heb ik, had ik er een job bij Radio 1 in België. En dan daarnaast, ja, gewoon dit project. En dan hadden we nog een ander project, Water, dat ook nog altijd bestaat. En dan gewoon constant weg zijn en interviews doen en video's shooten en spelen en muziek schrijven voor twee projecten. En het was voor mij heel veel, te veel zelfs. Dus nu heb ik wel geleerd om nee te zeggen. Goed zo. Ja, heerlijk. Wanneer heb je voor het laatst nee gezegd? Oeh, wanneer heb ik voor het laatst nee gezegd? Onlangs tegen jou nee gezegd? Omdat ik een keer Chinees zou gaan eten en hij nee zegt. Ja, please. Altijd als Chinees. Ja, nee, maar ik vind het nog altijd moeilijk om nee te zeggen. Maar dan ga ik zo... Ik ga erover nadenken. Dat is, vroeger was het oké, en dan oh shit. En nu is het... En dan, dat is al, dus misschien binnen 10 jaar wordt het een... Nee, een overtuigde nee, maar nee, ik kan echt al beter hoe mijn buikgevoel volgen. Ja. Want aan de andere kant, ik dacht toen ook meteen toen je meditatietape uitkwam in oktober, het was een verrassing, maar aan de andere kant ook weer niet. Heeft je Almost Burnout die tape geïnspireerd? Ik denk dat mijn burn-out mij heeft aangezet om opnieuw te mediteren, want ik heb daar altijd, ben er heel erg toe aangetrokken. En dan bleek het echt wel... voor het eerst echt te werken of zo. Ik voelde iets, ik voelde verandering na die burn-out. Dus ik denk dat dat gewoon, ja, samenloop van dingen was die zorgden dat, dat het tot stand kwam, zeg maar. Tot stand kwam. To enter this deeper state of relaxation, I would like you to follow my voice as I go inwards into my own fears. Ook een belangrijk aspect, denk ik, is in als dat we doen, dat we authentiek proberen zijn en dat we gewoon, ja, vanuit onze eigen leefwereld proberen spreken, omdat ik merk van hoe the realer the better of zo. Ja, maar dat is toch ook best wel een subjectief gegeven, real, zeg maar, wanneer is iets real voor jullie dan? Ik vind dat eigenlijk helemaal niet subjectief, want het gaat hem om uw buikgevoel. Maar inderdaad, je kunt wel... Ik kan bijvoorbeeld iets minder real vinden dan... Een artiest dat ik dan
zelf vindt dat die bijvoorbeeld niet oprecht overkomt. Maar inderdaad, daar kan je dan wel over discussiëren natuurlijk. Maar het gaat dan vooral om een soort, ja, om een buikgevoel en een soort eerlijkheid. En niet te veel compromissen sluiten door de verwachtingen die je denkt die er zijn. En hebben jullie het gevoel dat er verwachtingen zijn als het aankomt op Charlotte en die jury? Dat er dingen op jullie... Dat is eigenlijk een goed teken. Wel, dat is een teken dat er eigenlijk... Dat er naar wordt gekeken, dat mensen het opvolgen en dat mensen uitkijken naar wat komt er nu. Dus ja, er zijn verwachtingen en eigenlijk is dat iets positiefs, denk ik. Dat we ook positief proberen mee om te gaan, want je wilt natuurlijk muziek maken vanuit jezelf en niet vanuit de verwachting van een ander. En ik denk dat dat ook een deeltje is, dat is wat ik bedoel ook met real zijn, is je buikgevoel volgen en daar trouw aan blijven en dat oog dicht doen voor al de verwachtingen die er eigenlijk van buitenaf soms bij komt. En is er een moment geweest dat jullie onderbuikgevoel gechallenged werd? Dat jullie het even moeilijk vonden om die te volgen? Of is die eigenlijk altijd heel duidelijk en clear geweest? Voor mij is die altijd duidelijk geweest, op muzikaal vlak toch. Op andere vlakken in het leven is dat niet altijd evident. En ook je buikgevoel kan soms ook wel een beetje, hoe ik het zeggen, verstoord worden door je denken. Of niet, het is niet altijd zuiver. Maar ook door wat je hebt gegeten. Wisdom. En dan jullie debuutalbum. Hoe staat het daarmee? Hoe voelen jullie je daar tot nu toe over? Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Allee, het is, ik denk dat we het album quasi geschreven hebben. En dat we nu echt wel aan de afwerking kunnen beginnen. En ik ben gewoon super benieuwd ook wat dat mensen van gaan vinden. Ook ja, hoe dat nog gaat evolueren in de laatste... fase van de... Wat voor rol speelt Soulwax? Speelt Soulwax nog een rol in... Ja, absoluut. Dus eigenlijk, wij nemen op in hun studio. En zij werken daar ook ganse dagen in de studio. En er zit dan nog volk. En het zijn twee studio's. En wij zitten in één van de studio's. En af en toe komen ze een keer binnen. En zeiden ze, laat een keer horen. En dan laten we horen wat we aan het doen zijn. En dan, soms zeggen ze niks. Soms komen ze binnen en zeggen ze, ja, maar dat is echt wijs. Dat is echt wijs. Moet daarop verder doen. En de ander denkt, probeer misschien gewoon daarop verder te gaan. En ze hebben meestal wel gelijk. Maar het is ook goed omdat we echt wel ook een soort van dialoog kunnen hebben met hun. En ook over veel meer dan het muzikale kunnen praten. Dat is ook soms gewoon echt over problematiek die wij in een nummer ervaren. Of dat kunnen we ook aan hun toetsen. En het zijn heel slimme jongens. En ze kunnen op alle vlakken ons wel ergens een duwtje geven of een beetje bijsturen. En dat is heel vruchtbaar voor ons, denk ik.